Dit is een verhaal dat ik op 23 februari vorig jaar heb gehouden voor een groep studenten die uit Nederland hier waren. En het heette de papieren overheid. Ik heb onze overheid getypeerd als een papieren overheid. De kern van ons probleem in mijn wereld is het feit dat we een hele grote publieke sector hebben, los van de ambtenaren. De overheid is in elke activiteit betrokken. En dat zo'n grote overheid, als die niet, en je hebt ongetwijfeld over Weber gehoord, volgens Weber zijn rationaliteit gedisciplineerd is, dat die overheid een heleboel dingen doet die niet goed zijn. Ja. We hebben te weinig orde en discipline binnen de overheid, maar ook als uitstraling van de overheid naar de rest. Ik ga je een heel simpel voorbeeld geven. In de straat waar ik woon, de Limapo-straat, is maar één richtingsverkeer en er is een stopverbod aan de ene kant. Ja. Het werkt niet. Omdat de politieagenten hun auto daar zetten. Ja. Dus allemaal. En hun vrouw. En allemaal. Ja. En er is wel eens geprobeerd om hun auto's weg te halen. Maar dat lukt niet. Dus fatsoen bij ons betekent niet dat je leeft bij de regels. Ik heb eens het zo getypeerd. Ik zeg, mijn land is niet een land van regels. Het is een land van relaties. Maar dat is eigenlijk ook onze charme, toch? Ja. Maar ik denk dat charme, en ik kan dat waar, dat zal ik beter weten dan jij. Charme van een vrouw kost je heel veel geld, hè? Ja, het heeft China zijn rijk gekost. Oh, oké. Okay. De hele geschiedenis. Ja. Vrouwelijke charme is het meest. Ja. Dus ja, dat is ik denk dat en dat was mijn papieren overheid. Die overheid heeft geen tanden. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.